Ja, vooral door de mythes gaan er zoveel, gaat zoveel energie die eigenlijk in de creativiteit zou moeten zitten, gaat zitten in schuldig voelen over dat je niet werkt. Bijvoorbeeld als je geen, dat je een gewone incubatiefase veroordeelt. Wat wij heel veel mee werken is ook een wat wij noemen een superego. En dat is een stem in je hoofd die bij alle creatieve mensen zit. Maar bij de ene is die erg ernstiger ontwikkeld dan bij de ander. Die zegt gewoon, jij kan er niks van. En dat gaat heel veel energie naartoe. Je bent bezig en je denkt, maar dit wordt nooit wat. Want, en meestal is dat een stem van je vader of je moeder of je priester of je weet ik veel wat, of de leraar. Die zegt, ja, dat kan je allemaal wel doen, maar echt. En dat zijn studenten die daar ongelooflijk veel last van hebben. Briljante studenten dus ook, hè? Dus mensen met goede ideeën. Alleen, waar zoveel energie gaat zitten in het feit van, het wordt nooit wat, ik ben niks, ik kan niks. En je kunt mensen zien in hun reacties op de teksten, als wij laten mensen hardop reageren op wat ze zelf maken. Dat doen ze gewoon. En als mensen zeggen, oh ja, maar wat we nu hebben gemaakt, ja, die derde minuut en die vierde minuut, dat was eigenlijk heel slecht. Maar dat is een beetje onzin, dat halen we eruit en zo. Dat maakt niet uit. Als jij denkt, ja, maar dat hele interview, dat was weer niks. Ik kan er ook helemaal niks van. Dat wordt ook nooit wat. Dat stemmen, als dat. Dus dat stem, die stem is ook altijd algemeen. Als die stem algemeen is, ja, dan vreet die zoveel van je creativiteit op. Ja. En daar kun je mensen in trainen. Want daar kun je kunt mensen in trainen. Dat is helemaal geen psychologie, maar dat is gewoon bijna technisch.